singer-songwriter Glenn Faria en danser en muziekproducer Kenzo Alvarez zijn ook weer op Dream School. Zij gaan de klus afmaken die ze met de klas begonnen zijn. We komen muziek met jullie maken. Het is tof als we één liedje op het eind hebben. Of het nou rap is, zang, whatever. Waar we in ieder geval allemaal iets aan hebben gedaan. Over een paar uur staan de ouders, familie en vrienden van de leerlingen voor de deur. En dan is het wel de bedoeling dat ze wat kunnen laten horen. Er moet nog een heel liedje geschreven worden. In heel weinig tijd. In heel weinig tijd, ja. Nog opnemen. Dat is ook een dingetje. We got some work to do. Ja. Normaal gaat het niet te snel, laten we het zo zeggen. Nog steeds aan het opzetten. Nee, we zijn lekker aan, man. Afstand niets te maken, hoogstens met de tijd. Anouk is ingezongen en de klas is bijna compleet, op Jasper na, om verder te werken aan hun lied. Oké, mensen. Ready. We zijn nu op een moment beland dat we heel weinig tijd hebben om een liedje te maken. Maar we hebben wel ontzettend veel talent in de groep. Zullen we even luisteren naar wat mensen hebben? Doe ze aan. 1, 2, 3. De toekomst is kleurrijk als ik terugkijk en ik terugrijd naar de airport voor mijn vluchttijd. Niemand die ik ver wijs. Tot daar. Totdat die beat erin komt. Ja. Ik had bij de beat, zeg maar, bij die drop. Kan niet switchen hier voor een gare bitch. Ken je vieze streek, ken je drie tricks. Voor het open dag of het dichte kist. Kan niet kijken meer naar wat verloren is. Ik zat jarenlang in dezelfde shit. Dan kijk ik weer verder en loop door een mist. Echte buitenlander op je kist. Maakt niet uit meer wat de objective is. Van andere life en van andere tijd. Ik zie junkies hier om een bolletje strijden. Niemand hier die zal me echt gaan begrijpen. Geen sprookjes hier, kom alleen maar met feit. Ga door, door, door. Hard hoor. Zo. No, bro. Nice. Ik ga hard, man, bro. Ja. Fresh. Ik heb hem best wel langzaam op deze. Ja, maar dit vind ik dope. 5, 4, 3, 2, 1, 2. Ik fok niet met hoe het nu gaat bij mij. So give me a change. De dromen die hebben toch altijd al een eigen weg gehad. Zitten niet op de juiste place. Ik heb deze heel snacht. Ja, maar je snapt de flow nog niet. Maar je snapt het als zij tempo maken, zeg maar. Als hij tempo maakt, jeez. Voor dynamiek hebben we jouw ding sowieso nodig. Hoe je hebt gekozen om in die beat te zitten en juist je tijd te nemen, vind ik juist iets sterks. Ja. Eigenlijk wil ik ook nog een female voice horen rappen. En ja, ik heb geen tekst of zo. Nee, maar daar heb je de tijd voor. Maar als je nu hoort wat de jongens doen, ja. Dan denk je dat je het ook zo zou kunnen performen. Ik wil het proberen, ja. Maar ik zeg niet dat het kan. Maar wat dan tof zou zijn, jullie kunnen haar in ieder geval helpen met input qua onderwerp. Schrijf gewoon zinnetjes op die jullie tof vinden. Dan kunnen de jongens helpen met flowen. Oké, Yonda, let's go. Nou, Madelon, bedenk je iets leuks. De liefde voor drugs is groter dan de liefde voor mijn lijf. Nu wil ik graag zonder banaan strijden voor al mijn lijf. Dit is keihard, man, bro. Ik zeg je wel eerlijk, dit is wel hard. Ik ben een ster, ben er nog niet, kom maar van ver. Jump op de beat, we blijven lopen, we blijven hopen. Mine in the clouds, we blijven dromen. Als je gewoon die flow in ieder geval je hoofd hebt, dan komt het goed. Glenn en Kenzo zijn zo goed. Het zijn hele slimme docenten door eigenlijk bij zichzelf te blijven. Ze zijn enorm geaard. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Ze zijn creatief. Ze halen iedereen erbij. Ze doen het heel sluw. En ze nemen hun tijd. Ze weten heel de groep te pakken. Ik vind het echt, erg goed. Terwijl iedereen lekker bezig is met schrijven, krijgt Caitlin ineens een error. Ik vind het niet fijn. Daarom doe ik dit allemaal niet. Ik kan dit niet opschrijven. Dat geeft me echt kankerveel stress. Kankerzooi. Kankerzagrijnig nu weer. Ja, ik krijg gewoon de pestgevoelens. Ik vind het allemaal best. Fuck dat. Ik krijg gewoon kanker op. De show must go on. Glenn en Kenzo gaan nu alle stukjes opnemen. Stilte voor opnames. Nu weet ik hoe het nu gaat met me. Als je die neelt, is het money. Dat is echt leuk. Money. Fok niet meer met hoe die gaat. Dat is die lange uithalen. Ja, man, easy, man. Easy. Oké. Ik ben een ster, we bellen nog niet. Kom wel van ver, ik jump op de beat. We blijven lopen, we blijven hopen. Het lukt Glenn en Kenzo iedereen enthousiast te krijgen. Alleen Caitlin heeft zich buiten afgezonderd omdat ze boos is. Lucia haalt haar naar binnen en wil dat ze zichzelf kalmeert. Ja?
Nou, spreken we dat af? Ik kan niet afkoelen. Dan moet ik jonker ook, anders koel ik niet af in mijn hoofd. Nee, gewoon afkoelen. Ja, nou, dat kan jij. Niet. Jawel. Ik kan dat niet op een of andere manier. Of ik moet gewoon, of ik ga flippen of ik ga jonker roken. Snap wat ik bedoel? Nee, dat denk je. En ik kan hier niet gaan flippen. Ik kan hier niet de hele teringzooi kapot gaan maken. Nou, dan wil je de teringzooi kapot slaan, dan ga je met mij mee. Caitlin heeft veel meegemaakt in haar jeugd. Het misbruik dat begon op mijn 11e, dus 10 jaar terug nu. En dat was tot en met mijn 14e, wat ik me herinner. Caitlin heeft 4 jaar lang dit trauma verzwegen. En hierdoor heeft ze niet geleerd om met haar pijn en boosheid om te gaan. Als ik nu thuis was geweest en had ik al deze spullen al lang gepakt, had ik dat hele tering zo al helemaal door de hele ruimte ingegooid, snap je? Zij heeft die onrust. Toen dacht ik, weet je wat? Sla maar door die negativiteit heen. Sla maar door al die zieke gebeurtenissen. Sla ze maar kapot. Nu ga je het gewoon uitgooien. Ja. Wie ben je aan het slaan? Je eigen negativiteit? Nee. Die elke keer op de rem gaat, die elke keer stopt, als het goed gaat. Pak hem maar. Pak hem maar. Wie heeft jou pijn gedaan? Wie heeft jou fucking pijn gedaan? Ja. Doe maar. Doe maar. Ja, ik kan niet meer. Doe mijn handschoenen even aan. Kijk eens aan. Ja? Laat het eens los. Laat het los. Geef het eens terug aan hem. Die boosheid waar je jezelf mee stuk maakt elke keer. Die zieke geest, die heeft hij in jou geduwd. Die moet je eruit gooien, moet je teruggeven. Is van hem. Ik wil het ook wel, alleen het parkeert gewoon elke keer. En dat vind ik echt frustrerend. Maak maar een begin. Begin maar met stoten. Hoeken. Kom maar. Caitlin, kom op. Kom maar. Caitlin? Wat gebeurt er bij je? Ja, ik kan dat gewoon niet. Tegen me gaan. Terugslaan, kan je wel. Nee zeggen. Blijf met je poten van me af. Nee, is van mij. Is mijn lijf. Niemand mag zonder jouw toestemming aan jouw lijf komen. Ik hoor gewoon nog steeds een stem dat ik niet goed genoeg doe, snap je? Het heeft niks met goed te maken. Gewoon doen. Maak maar een begin. Zo. Ja, goed zo. Ja. Goed zo. En blazen. Blijf ademen. Blijf ademen, kom maar. Ja. Nee, nee. Motherfucker. Nee. Kom op. Kom op, Kate. Ademen. Ademen. Kom op, kom op. Ja, ik wil dat ding gewoon omtieven, gewoon een beetje. Oh, zeik. Dat ding. Kom maar. Ja, niks. Ja. Hup, hand hoog. Links, rechts, links, rechts. Non-stop. Kom maar. Ja, hup, hup. Schreeuwen ging nog niet, maar ik heb voor haar geschreeuwd. Ja, we hebben het samen gedaan. Ik hoor je niet, kom op. Ik hoor je niet. Kom, hop, kom op, doorgaan. Doorgaan. Je valt dood neer, zo moe wil ik je zien. Kom op. Kom op, Caitlin. Gooi het eruit. Boom, kom op. Go. Hoi. 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 Goed zo, nog één. Hoi. En ontspannen. Niet meer onderdrukken. Niks meer wegroken. Ik voel alles in mijn hele lichaam. Goed zo. Ik ga echt kotsen. Doe maar. Nou, het kotsen, dat is wat ze weggeslikt heeft. Dat moet eruit. Kots maar. Spuug het er maar uit. Geef het maar terug. Ja, gooi het maar uit. Dat zit er als ik neer. Ja. Ja. Toen was het klaar. Toen kon het eruit komen. Tijd voor jou om je stem te laten horen. Het begin is gemaakt. Elke dag is er één. Ik wil gewoon niet meer blokkeren. Ik wil gewoon niet meer in de weerstand. Of dingen vermijden omdat ik dat eng vind. Of zo, omdat ik denk dat ik dat niet kan. En heel veel dingen in mijn ontwikkeling zijn sowieso gewoon ontnomen, snap je? Echt heel trots op jou. Dank je wel. Dat je gebleven bent. Tot het einde. Ook toen het moeilijk werd.
Jasper heeft ook nog tijd vrijgemaakt om naar school te komen. Hij heeft van deze laatste dag al de nodige uren gemist. De klas is blij dat hij er is. Hey. Waarom ben je zo laat, Jasper? I just fucked up. Ik was gewoon verslapen. En ik moest mijn broertje naar school brengen. En toen ging ik in bed liggen en toen viel ik weer weg. En wat kon je nu doen? Ik weet het niet. Ik ben gewoon gekomen. Ik had ook de hele dag weg kunnen blijven. Maar ja, het is niet netjes als ik de hele dag weg blijf. Ja, maar die zei je gisteren ook. Dus je komt te laat, zonder reden, zonder contact. En mijn alternatief is dan kennelijk van... Ja, maar ik had ook helemaal niet kunnen komen. Ja. Ik wil ook best wel weer weggaan. Dat is mijn boodschap toch niet? Nee, maar... Als ik hier niks te bieden heb, dan kan ik ook gewoon weer prima weggaan. Ik spreek je aan op het feit dat je te laat komt. En dan geef je mij terug. Ik had ook helemaal niet kunnen komen. Dat is natuurlijk een waardeloos gesprek gelijk. Hoe moet je daar nou mee? Ik kan er geen zak mee. Maar nou hebben we 10 keer gehad of zoiets dat je elke dag te laat komt. En Wij hebben het mij mee te doen of zoiets. Toch? Ja, ik begrijp dat het vervelend is. Ik begrijp dat. Maar ja, ik kan het nog niet goed veranderen. Want het gebeurt blijkbaar toch elke keer weer. Kennelijk wil je dat dan niet. Nee, het is niet dat ik het niet wil. Als ik het niet wil, was ik ook gewoon, dan was ik hier nu niet. Dus ik wil het wel. Alleen, de ochtend is gewoon niet mijn ding. Oké, kunnen we stilte voor opnames? Ja. De toekomst is kleurrijk als ik terugkijk en ik terugrijd naar de airport voor mijn vluchttijd. Mensen denken dat ik verwijt, maar ik verdwijn. Man, ik wil mezelf zijn, iets binnen lang. Fuck. Bijna. Man, ik wil mezelf zijn. Kenzo wil ook nog graag Jasper, het raptalent, voor de microfoon. Zo'n Jasper, ja, die deed vorige keer gewoon... Iets van de palen. Ik weet wat kan gebeuren in 1 jaar. Je wordt weggehaald net zoals beenhaar. Zoals die biggie mannen, die zijn breekbaar. Well, wij zelf af en toe gewoon even een paar takes overdoen. Doet hij het gewoon voor het eerst voor ons. Met camera, met mensen. Gewoon een verse in 1 keer. Wil je jouw verse nog opnemen? Los van waar je het aan bindt, snap je wat ik bedoel? Die pokoe maken is hard. Ja, maar dat is het dus. Als iedereen het hard vindt, maakt niet uit als ik het zelf niet hard vind. Ja. Snap je? Want het is niet dat ik... Die tekst is eigenlijk niet daarvoor bedoeld. Wat voor iets anders? Ja, gewoon iets voor mezelf. Adlibs gewoon zo, man. Iets. Bro. Ice. Je weet al waarom ik het zeg. Je weet niet waarom ik het zeg. Je flow is gewoon hard. Je flow is aan. Ik heb wel laten zien dat ik het kan. Maar ik voel me gewoon niet... ik voel me niet op mijn gemak om op dat nummer te springen. Dat is niet... Naar de mensen toe of naar de groep toe. Het is gewoon dat ik het zelf niet wil. Ik sta er zelf niet achter. Dus dan wil ik het ook gewoon niet doen. Op deze laatste dag van Dream School mogen familie en vrienden van de leerlingen ook langskomen. Ik heb een dealer uitgenodigd. Ik heb wel daar een band mee. De band is een dunne lijn, denk ik. Het is echt heel leuk. Het is echt leuk dat familie komt. Ja, man. Ik heb ze lang niet gezien. Mijn familie komt niet eens. Nee, ja, alleen maar je vrienden. Ja. Vandaag kunnen ze kennis maken met Erik en Lucia en de plek zien waar de leerlingen de afgelopen weken hebben doorgebracht. En horen ze hoe getalenteerd deze klas is. Welkom. Erik. Ik vind de oude dag altijd fantastisch. Dan zie je ouders die toch trots zijn op hun zoon of dochter. En ze komen ook met plezier binnen. Ze zijn ook nieuwsgierig. Ze vinden het ook spannend. Hallo. Hoe is het? Goed. Hallo. Ik vind het altijd prettig als het verkeer tussen het kind en ouders goed is en aangenaam is. Want dan weet je van, nou, dat is in ieder geval liefde of affectie. Sommige ouders komen toch samen, ook al zijn ze gescheiden. Zoals de ouders van Soraya. Mooi gebouwtje. Ik vind het een heel fijn gevoel. Ook dat ze alles wat er tussen hun speelt gewoon even aan de kant kunnen schuiven. En er gewoon zijn voor mij, om mij te steunen. Dat doet me echt heel veel. Ook Jonda's moeder is trots. Wauw. Mooi, hè? Een bloemetje. Deze moet je even ruiken, die is van de moester. Die is van ons huis. Het ruikt heel lekker. Wow, ja. De rest is een beetje slap gaan hangen. Sorry. Er zijn ook leerlingen die niemand hebben uitgenodigd. Nee. Heb je dat bewust gedaan? Ja. Komt goed door. Ik ben gewend alleen. Mijn moeder vindt het niet zo leuk om op camera te komen. En daarbovenop praat ze niet echt goed Nederlands. En daarbovenop is zij heel erg introverted. Madelon, waar zijn jouw gasten? Ik heb geen gasten. Jammer. Mijn keuze. Zij weten waarom. En je ouders hadden niet zoiets van willen even zien waar... Nee, dat wilde ik niet. Wilde jij niet? Dat kunnen ze allemaal in januari zien, hè?
De afgelopen weken hebben mijn moeder en ik niet superveel contact gehad. Omdat we dan allebei of druk waren of een van ons, vooral ik, had weinig energie. En dan vind ik het heel vreemd om haar hier allemaal dingen te moeten uitleggen over mijn proces hier. Omdat ik gewoon niet de energie heb om alles van A tot Z uit te leggen. Ook Jasper sluit de laatste dag alleen af. Jasper. Renata. Waar zijn je ouders? Niet hier. Ik weet niet. Ik heb niemand uitgenodigd. Wat is er erg aan? Ja, vind ik echt zonde. Nee, ja. Dat is je gewoon gegund. Ja, maar ik wil zelf niet eens. Oké. Ik heb niet echt zoiets van. Ik wil mijn moeder hier brengen. Of mijn zus hier brengen. Ik kom hier voor mezelf, dus dan kom ik ook zelf. Die is voor jou en die is om te delen. Oké, dankjewel. Mijn pleegmoeder is heel belangrijk voor mij, omdat ze gewoon, dat wil ze niet zo gezien worden, maar wel een beetje een saving angel voor mij is. Ik had het zonder haar niet gehaald, namelijk. Hoi, Anouk. Hoi. Dat is je vriendin. De ja, Anouk. Ja. Als zij hier niet was, hè? Ja, echt hoor. Als we elkaar niet hadden. Ja. Allee. Ik heb wel misschien een kleine vriendschap met Demi daaraan overgehouden. En met Caitlin kan ik het ook goed vinden. Maar verder, ja. Ik weet toch dat ik ze nooit meer ga zien en spreken. Dus ja. Voor Julian zijn drie van zijn beste vrienden op bezoek. Hij laat zien welke bouwsteen hij het moeilijkst vond. Tijdens Kimsel geen alcohol, geen drugs. Ik heb gedronken. Vandaag ook. Nee, grapje. Nee, is even acceptatie van elkaar en gewoon smartphones inleveren en weet ik wat allemaal. Maar dat spreekt voor zich. Dus ja, nee, dat is het eigenlijk. Ja. Nou, cool hè. Zouden jullie hier al heen willen, jongens? Davy's ouders ontdekken dat hun zoon een belangrijke rol had in de klas. Ja, hij was echt super motiverend voor de rest. Ja, hij ook in die appgroep echt van kom jongens, nieuwe dag. Kom je nest uit! Hij komt zo Jappie, met zijn jij komt ook maar bij staan. Jappie, dit. Kom bij de fam. Help. Ja, Jasper, hallo. Moeder van Davy. Voor de vriendinnen van Caitlin is het ook fijn om te horen welke stappen ze heeft gezet. Zelfs nog op de laatste dag. Ja, want Lucia zei op een gegeven moment tegen mij, ze wil naar boven. Toen was ik ook eerst nog van nee. Toen dacht ik, oké, is goed. Toen was ik daar weer zo van nee, dat kan dit niet, dat lukt niet. Nou, toch wel. Nou, ik ben trots op de kijk. Ik heb wel alles Bedankt. Uit je laatste dag gehaald. En dan nu het woord aan Glenn Faria, die samen met Kenzo Alvarez in no time met deze klas een eigen track heeft gemaakt, speciaal voor deze laatste dag, om vol trots aan ouders, vrienden en familie te laten horen. We hebben iets onmogelijks gedaan. We hebben in heel weinig tijd een heel nummer met deze hele groep gemaakt. Een heleboel mensen hebben meegedacht aan de tekst. Eentje kwam met steekwoorden, andere mensen kwamen met hele fladde tekst, andere mensen kwamen met ideeën. Iedereen heeft echt aan deze track gewerkt. En voor de tempo hebben we maar een aantal stemmen opgenomen om jullie toch iets te kunnen laten horen. Dus jullie gaan niet iedereen horen, maar eigenlijk horen jullie wel iedereen. Dus als jullie begrijpen wat ik bedoel. There we go! Ken je drie tricks voor het open dag of een dichte kist? Kan niet kijken meer naar wat verloren is. Ik zit jarenlang in dezelfde shit. Kijk ver en weer en loop door een mist. Ik denk dat mensen nog steeds niet weten wie ik echt ben. Maar ik heb wel laten zien wat ik wou laten zien, denk ik. Laat Dream School met eigenlijk wel een heel goed gevoel. Ik denk dat ik niets niet meer ga doen. Ik denk dat ik wel een paar dingen minder ga doen. Bijvoorbeeld dus ook dat blowen en minder snel opgeven als ik iets aan het starten ben. Let's go! Ik heb geen enkel moment spijt van gehad. Ik ben dingen wel op mezelf te weten gekomen. Als ik gemotiveerd ben, dan ik echt voor gaan. En dat de planning en structuur voor mij toch wel heel belangrijk zijn. Ik denk dat ik wel mezelf heb zien groeien, maar ook dingen heb gezien waar ik nog aan kan werken. Dus dat is eigenlijk wel fijn, want het is vooral een eye-open. Elk bekende persoon die hier was, iedereen die het al heeft gemaakt, die heeft een verhaal dat misschien nog wel heftiger is dan mijn verhaal. En die hebben het ook gewoon geflikt. Dus waarom zou ik het niet kunnen? Ik heb echt geen idee waar ik over een paar maanden wil staan. Of staan. Dat zien we dan wel.
Ik heb wel geleerd, meer nieuwe inzichten, zeg maar, ook gewoon waar ik echt nog wel tegenaan loop en waar ik echt nog wel wat mee moet. Als je focust op je angsten, dan ga je sowieso geen stappen zetten vooruit. En ja, dat is wel wat ik wil en heb ik wel aan mezelf bewezen dat ik dat wel kan. Wat ik geleerd heb van Dreamcast, gewoon mezelf zijn, eigenlijk. Ja, gewoon mijn eigen dingen doen. Ik ga echt proberen om mijn uitstelgedrag achter me te laten. Want dat is iets wat me echt heel erg, heel erg heeft belemmerd eigenlijk in mijn leven. Ik heb nooit verwacht dat ze elke dag op tijd zou komen. Nou ja, bijna elke dag. Omdat ze er gewoon was. En dat ze sporten meedeed. Wauw. Ja, voor mij een hele opgave. Ja. Sommige dingen hier ga ik ook echt totaal niet missen. Want soms ben ik het hier echt enorm zat. Vaker dan soms. Maar het is toch gewoon zo'n bijzondere omgeving die je nooit meer opnieuw gaat meemaken. Trek in een baken. Oh, ik denk wel dat ik, wel klaar ben ook. Om weer dingen echt aan te gaan pakken en er echt weer voor te gaan. Ik ga vanavond naar Groningen. Ik ga mijn haar laten doen en een nieuwe tattoo zetten. Dat is mijn plan voor vanavond. Morgen, dat zien we morgen wel. Ja, ik hoop dat ze echt geproefd hebben van ja, ik moet het zelf doen. Niets gaat vanzelf. Dit is mijn leven. En ik moet er wat van maken.